Even terug naar de acties in april. Het is niet alleen het geld. Het is een onderdeel. Mensen willen vastigheid, mensen willen solidariteit. Mensen willen ook die werkdruk niet. Dus het gaat om gewoon veel meer dingen. De zwaarte van het werk, de werktijd. Ik bedoel, ja, het is alles met elkaar eigenlijk. Na het protest voor de deur van het hoofdkantoor van Jumbo in Veghel gingen de acties eigenlijk als een nachtkaars uit. Want in de winkels waren nauwelijks lege schappen en dus gaf het bedrijf niet toe aan de eisen van de stakers. Maar volgens FNV-vakbondsbestuurder Debbie van Leijden heeft Jumbo in dit conflict vuil spel gespeeld, waardoor de stakingsactie mislukte. Ja, hij is in die zin mislukt dat Jumbo naar nu gebleken is extra uitzendkracht op een andere afdeling heeft ingezet. Waardoor het werk gewoon door kon gaan en alle stakers die buiten staan eigenlijk in hun hemdje stonden. Dat is gebleken uit een rapport van de arbeidsinspectie. En het is voor de vakbonden, CNV en FNV, nu de reden om een sommatie richting Veghel te sturen. Wat is dat? Sommatie is een melding naar Jumbo dat wij ze aansprakelijk stellen voor de financiële geleden schade die wij hebben gehad. En dat bedrag wat wij nu gaan vorderen is 500.000 euro. En dat zijn de kosten die wij gemaakt hebben voor de staking. En de kosten die wij hebben door de imagoschade die wij hierdoor hebben opgelopen. Imagoschade, want de bonden stonden een beetje in hun hemdje. Ja, doordat wij onze staking gebroken is door de inzet van uitzendkrachten, konden wij natuurlijk geen vuist maken richting Jumbo. En kon Jumbo gewoon het werk door laten gaan. En dat is niet wat je wil bereiken met een staking. De medewerkers van Jumbo Distributiecentra zijn niet bepaald blij met wat hun werkgever heeft gedaan. Het raakt ons tot diep in het hart. Ik bedoel, wij willen dat het... De bonden met Jumbo om de tafel gaan zitten om tot iets goeds voor beide te komen. En als wij dan zien en horen dat er zeg maar uitzendkrachten ons werk gaan overnemen. Ja, dat is niet de manier. Dat kan niet, dat doet pijn. Is op deze manier een beetje de bodem onder jullie actie uitgezakt? Ja. Kun je wel zeggen dat die bodem onder is gezakt is. Want ja, dan heeft het ook geen nut om te staken als ze zomaar van A naar B mensen ingezet worden die onze plek overnemen. De arbeidsinspectie heeft onderzoek gedaan, heeft het geconstateerd. Als je dat dan ziet op papier, wat denk je dan? Ja, treurend. Treurend dat ze dat gedaan hebben. En het blijkt wel, want ze zeggen dat ze het niet zouden doen of niet gedaan hebben en ze hebben het toch gedaan. Treurend. Jumbo Supermarkten laat in een eerste reactie weten dat het verrast is door de bevindingen van de arbeidsinspectie. Dat het eigen onderzoek gaat doen en het zal bespreken met de uitzendbureaus waarmee het bedrijf zaken doet. Ondertussen is er nog altijd geen nieuwe cao voor de medewerkers van de Jumbo distributiecentra.